We zijn vanavond in Ermelo, waar de KNHS in samenwerking met het KWPN de avond Sport en Fokkerij Verenigd organiseert. Drosjusta van Balen is ook aanwezig met enkele talentvolle jonge paarden. En Marlies van Balen zal met Dion Johnson DVB een afsluitende klimming geven. Kijk mee naar een sfeerimpressie van deze avond. Ik ben Jos Hoogendoorn en ik stel vanavond Habibi DVB voor. Habibi is een 3-jarige ruin, gefokt door Kobe zelf en is een nakomeling van Donsje Vroomaal Johnson. Hey, ik ben Lisanne Nederlander en ik stel vanavond Verzana voor. Het is een Ampère Maal Florentio, het is een Elite Mary en ze is een eigendom van Dressuurstal van Balen en Yvonne Temeer. En ze is ook al geselecteerd voor de finale van de Super. Het zuurpaard, zoals ik net al gaf, is dit een paard die eigenlijk bijna het ideale gedaan is. Het heeft gedaan met paard, het jongpaard, het hoogtepunt in is geschreven met KWPN. Waar wij naar het zuurpaard kijken is dat het paard functioneel gebouwd is, dat het paard goed in elkaar zit. En een paard functioneel gebouwd betekent ook dat het paard fijn te bewerken is. Hij is een paar maanden onder het zadel en, en in het werk, wat doen ze ermee? Hij wordt ongeveer 3 keer in de week gereden. Als je de houding laat lopen, zet de hals op de veen op, dan ziet het voor het oog er nog een even imponerend uit. Maar als je dat te lang doet, dan gaat ze met een vastgehouden rug lopen en dan zou op een gegeven moment,